Day 1 Amsterdam Fashion Week hier in Hartje Amsterdam. Het is super, super lekker druk. Je ziet dat er gewoon heel veel mensen om ons heen zijn die net de eerste show hebben gezien van Spijkers en Spijkers. En we gaan even vragen wat ze ervan vinden en wat ze willen zien en wat ze aan hebben. Dus loop even met me mee. Ik sta hier naar de enige echte Anouk Tan. Hallo schat, wat ziet de beeld schoon uit? Oké. Okay. Die zag een show, ja. Ontzettend lang fan van Ben. En, dus dat wilde ik even zeggen voordat we gaan. Helemaal goed. Ze show voor het eerst, hè? Ja, show. Nee, ze show voor de tweede keer. Maar hier Amsterdam Fashion Week? Amsterdam Fashion Week. Showed, ik denk een jaar of vier geleden. Met een kleine collectie in het Transformatorhuis. Wauw. Hey, net Spijkers en Spijkers. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond het een leuke sfeer hebben. Saint-Tropez, jaren 60-70, maar toch met een moderne touch eraan. Ja, het is niet natuurlijk wat ik ambieer om te dragen. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel vrouwen er blij van worden deze zomer met een lekker briesje erbij. Kijk, en Spijkers en Spijkers zijn natuurlijk goede ontwerpers. Dat zie je ook aan de manier hoe de stoffen in elkaar zitten, hoe de jassen gemaakt zijn. Ze hadden van die hele mooie roze dingen, drapees en zo. En de jassen vond ik dus heel erg mooi. Dus ik vond het een leuke, vrolijke, gezellige opwarmertje. Opwarmertje. Opwarmertje, dat is goeie. Ja, dat vond ik echt. Zijn er nog andere shows waar je echt naar vooruit kijkt? Dat je denkt van, oh my god, die wil ik dit seizoen gaan zien? Nou, Marie en Jimmy natuurlijk, die zometeen gaan showen. Francisco van Bentum, dinsdag. Anna de Grijf dinsdag. En ja, ik ben stiekem een beetje verliefd op Old Shay. Echt waar? Fantastisch. Dus ja, ik vind het zo. Een girl crush. Een girl crush. Well, I'm like very gay. So, dus dat is niet heel raar. Maar dus dat vind ik ook wel geinig. Ja, dat vind ik ook wel geinig. Hey, jij doet zelf hier ook wat, hè? Ja. Wanneer is dat? Welke dag? Ik doe morgen een talkshow voor Vodafone. En dat is eigenlijk een beetje op de mensen die echt in de mode werken. En kijk nou hoe fantastisch dit is. Het is toch fantastisch. Kom er gezellig bij. Kom de show stelen. Nee, kom er gezellig bij. Nee, dat kan niet, bijna dat niet. Dat mag ik eens. Ja. We hadden het net over Anouk gaat wat doen hier naartoe met Fashion Week. Ik wil even weten wat ze gaat doen. Ja, een talkshow dus. Een talkshow over mode en technologie. En dat is georganiseerd door Vodafone. Dan ga ik praten met Pauline van Dongen, Jeffrey Lilleman. Dat is een vrij onbekende filmmaker, maar maakt echt prachtige dingen. Ook voor Bernard Wilhelm, onder andere. En we gaan praten eigenlijk hoe mode en technologie. Want het is eigenlijk raar. We dragen eigenlijk heel veel. Onze leven zit vol met technologie, maar dat is nog niet verwerkt in onze kleren. Bijvoorbeeld de catwalk, is dat bijvoorbeeld geen oud concept? Nee, daar gaan we het over hebben. En Pauline van Dongen maakt bijvoorbeeld jurken met solar cells erin, dat je je telefoon kan opladen. Nou, goed, dat zijn er nog een beetje gadgets, maar ik denk dat op een gegeven moment dat echt wel, dat we dat echt wel gaan dragen. Hey Bas, luister, ik hoor in de gangen, iedereen vindt het zo jammer dat jij niet showt gewoon dit keer. Waarom niet? Wat? Vertel. Ja, het is ook vreselijk jammer dat ik niet show. Want het is hartstikke leuk. Ik ben, ondanks het feit dat mode en technologie een hot item is, hou ik zelf heel erg van de catwalk als medium. Ik ben een showman en ik hou van het showmanship. En ik hou van de intimiteit en de dynamiek van zo'n catwalk show, mits het een goede show is. Maar wat het wel is dat ik hoop met mijn bedrijf veel groter te groeien als alleen die gekke Nederlandse ontwerper. Maar die gekke internationale ontwerper. En wat jammer is aan Amsterdam Fashion Week, ik vind het super leuk om hier te zijn. Ik vind het super leuk om hier te showen. Maar het is wel moeilijk om met de dingen die je hier doet de grens over te komen. En wij focussen nu op Londen. En ik probeer daar op eenzelfde manier als ik hier ooit ben begonnen, dus heel klein en underground, rumoer te geven aan mijn label. Om op die manier ook internationaal door te groeien. En vanuit Londen verspreidt het woord zich veel makkelijker, omdat er heel veel internationale bladen functioneren, internationale stylisten. En het moeilijke is dat een productie hier, waar ik nu terecht ben gekomen in Nederland, zo'n hele grote show kost heel veel tijd.
Het is niet eens het geld, maar het is vooral de... Oh, de tijd en de energie die je erin stopt. De tijd en de energie die je erin stopt. En je kan dat niet één op één herhalen in Londen, want daar ben ik nog niet aan toe. Dus ik moet heel erg kijken wat ik met mijn energie doe. En ik wil graag groeien en daarom is Londen nu een hele duidelijke keuze. Maar ik ben hier wel om te supporten en gelukkig is er nu wel weer ruimte voor ander leuk talent. Dat is zeker zo. Zoals de fantastische Marry Me en Jimmy Paul. En ik enorm veel zin in heb. Iedereen heeft het erover. Iedereen wil het gewoon zien en iedereen is super benieuwd. Ze zijn natuurlijk gewoon een duo, jong. En ze hebben natuurlijk in de bladen gestaan, ze hebben natuurlijk folk gedaan. Ze hebben geshowt natuurlijk in Londen. Ze zijn bekender in het buitenland dan in Nederland. Precies, ja. Dus hun doen het andersom. Kan ook. Ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk om dat te doen. Maar het is wel een verdienste ook van Carlo dat hij die internationale spirit ook hier wil krijgen. En ik denk dat dat wel uiteindelijk met Carlo aan het roer misschien meer samen kan gaan over een tijdje. Ja, het is goed dat Carlo als programmadirecteur wel een hele wijdse blik heeft. En niet alleen kiest voor commercialiteit en ook niet kiest voor een soort scheiding tussen commercieel en jong of creatief ernaast. Maar dat hij een mix maakt. Op de catwalk, op de openingsavond van iets waar het uiteindelijk altijd om moet gaan. Dat is ambacht, creatie, individualiteit en originaliteit. En dat is zo belangrijk. En het is mooi dat er nu iemand aan het roer is die dat ook omarmt. Het is heel erg... We love Carlo. We kunnen niet zonder hem hier in Amsterdam, hè? Of in Nederland. Nee. We kunnen niet zonder hem. En Carlo bouwt echt aan het modelandschap. Alleen handig, al heel erg lang. En nee, daar mogen we ontzettend blij mee zijn. Ja. Drie maal chapeau voor onze Carlo. Dag Veronica. Dag Arsu. Hoe gaat het met jullie? Ja, heel goed. Weet je wat zo... heel goed. Weet je wat zo leuk is aan Fashion Week? Is dat je ook zo, altijd zo lekker kan bijten. Mode is het zo'n fijne gelegenheid om mensen weer eventjes te zien, even bij te borrelen. Tegenwoordig is de alcohol niet meer gratis, dus je ziet dat bepaalde BN'ers... Zo Nederland. Maar buiten dat, nee, het is te gek man. Het is dag 1, hè? Dag 1. En het weer zit mooi en het is een mooie venue zo, toch? Heerlijk, mooie mensen, lekkere vibe, beauty all over. Hey, Veronica, heb je net Spijkers gezien? Wat vond je ervan? Nou, ik hoor heel veel negatieve reacties eigenlijk om me heen, maar... Ja, ik hou wel van, weet je wat ze altijd goed doen? Jurken. Altijd goed. En ik ben heel erg gevoelig voor jurken en vrouwelijke dingen en zo. En wat ik heel leuk vind, deze dame heeft het al, is dat we onze schouders weer gaan laten zien. En dat vind ik best wel sexy namelijk. Er zijn namelijk heel weinig vrouwen met lelijke schouders. Bestaan die lelijke schouders volgens mij niet? Ik denk het wel. Nou, misschien wel. Volgens mij kan iedereen hier aan meedoen aan deze trend. Tenminste, als Spijkers, hè, als we hun gaan volgen. En we gaan dus allemaal onze schouders laten zien, denk ik dat het wel een positief dingetje is. Volgens mij waren de mensen die een beetje negatief waren. De mensen die gewoon zeiden, ja, maar het was de eerste show en we wilden... Ze hadden gewoon lelijke schouders, dat is het. Mensen, die komen nog. Carlo, kom even bij. Dag, lieve schat. Hoe gaat het met jou? Dag 1. Ja, ach, ik heb de eerste seating al gehad. De alle ego's... Die niet willen verplaatsen. Goddorie zeg. Was het zo erg? Ja, het was echt een drama. Ja, ja. Ja, dat was... maar de vraag, wordt het minder gedurende Fashion Week? Of wordt het wordt... maar erger? Nee, het wordt wel minder tot op de laatste show. Lichting, die is ook heel populair. Die wordt ook heel gezellig. Jimmy Paul Marry Me? Of hebben we het over de... Over... De laatste show. De lichting show. Okay. Nou ja, je weet hoe lichting populair dat is. Maar De Jimmy Paul wordt ook heel leuk. En wat vind je ervan tot nu toe, de opkomst, iedereen? Fantastisch, hartstikke leuk natuurlijk. Ja, het is super dat iedereen komt en het is mooi weer en we hebben lekker alles buiten. Daar ben ik heel blij mee, dat alles buiten is. Ja, we zijn super benieuwd en we spreken je later nog wel eventjes, hè? Geniet ervan. Oh, vertel. Nee, vertel. Carlo, je moet Carlo gaan spreken, zeg maar. Als je ziet dat ze haar in één keer helemaal, dat hij verwilderd rondloopt. Op dat moment moet je hem pakken. Want dan heeft hij, zeg maar, net het ergste momentje gehad. En dan kan het alleen maar beter worden. Dat ga ik gewoon doen. Lieve schat, dankjewel eventjes. Alsjeblieft. En ik zie je later even. Ja, geniet. Arsu, met jou. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je mooie sieraden? I'm good. Gaat heerlijk. Gaat lekker. Lekker kleurrijk, lekker positief, goede reacties en ik ga gewoon door. Er komen leuke nieuwe dingen aan, nieuwe concepten, dus... Hey, en wat vond jij van Spijkers?
vond het subtiel en heerlijk om naar te kijken. En ik voelde mezelf ook wel een beetje erin. Het is gewoon een beetje dat elegante, chic en simpel. Ja. Chickies, wat hebben jullie zelf aan? Ik zie natuurlijk, oh nee, wacht even, water vermijden, water. Sorry. Bas, ik zie Bas. Zo doe je dat, hè? Share. Water niet betalen. Zonder grappen. Nee, ik draag een legging van Bas. En ik draag een blouse, een mannenblouse van Alain Vos. Alain Vos, die gaat ook zo, hè? Ja, dus ik dacht, het is leuk als Rebel, zeg maar, dan twee andere designers dragen, zeg maar, op de shows van andere designers. Helemaal goed. En Arthur, jij? Ik draag echt verschillende. Zal ik ze opnoemen? Nou, ik heb mijn shoes aan van United Nude. Ja. Ik heb mijn rokje van de Zara. En ik heb mijn top van de American Apparel. Helemaal mooi. Tuurlijk. Hey meiden, mag jullie bedanken voor dit kleine interviewtje. En geniet. Ik kom jullie sowieso tegen hier deze week. En maak er wat leuks van. Ja? En blijf het drinken.